payrolling. Het maakt steeds meer zijn opwachting in Nederland. En wij vragen ons af, wat is nu eigenlijk payrolling en hoe gaan we daarmee om en wie maken daar gebruik van? Ik heb daarover een gesprek met de volgende man aan tafel, dat is Rob Kersbergen. En Rob is van RK Payrolling. En RK, Rob, dat staat natuurlijk voor Rooms-Katholiek, denk ik dan, hè? Ja, van geboorte wel, ja. Ja. Gedoopte wel. Maar waar staat RK voor? Gewoon? Rob Kersbergen. Rob, kun je kort en bondig uitleggen wat nu eigenlijk payrolling is? Payrolling is het volgende. Wij nemen mensen in dienst en die verlonen wij. We vullen alle juridische vereisten die daarvoor noodzakelijk zijn. We doen in opdracht van een opdrachtgever, daar hebben we een contract mee. En we sluiten arbeidscontracten met de mensen. En ze zijn bij mij dus formeel in dienst. En wat heeft dat allemaal te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt op dit moment? Onder andere, maar zeker wel. Want kijk maar naar bijvoorbeeld het risico dat je als werkgever loopt in de ziektewet, WGA. Dan kun je 12 jaar aan verbonden zijn aan het risico. Dus als iemand ziek wordt en gaat dus de WGA in, ben je 12 jaar bang, ben je verplicht salaris uit te betalen. Ja. En dat kan je dus voorkomen door als opdrachtgever om je mensen bij een ander in dienst te zetten. Maar welke organisaties en bedrijven besteden dat dan uit? Nou, er zijn een aantal. De bouw heb ik heel veel mensen bij. En de bouw is ook heel erg wisselvallig geweest de laatste jaar met betreft de opdrachten. Mensen wonen, dus de opdrachtgever wil niet zo lang mensen als gebinden. Dus zetten ze bij mij neer. Ik ben ook verantwoordelijk voor dus het ontslagrecht op dat moment, dus het arbeidsrecht. Als jurist moet je dat ook herkennen en weten wat het is. Maar ook de horeca, er zijn ontzettend veel mensen die payrollen daar. Ja. En wat voor type ondernemers maken daar nou? Het zijn vaak ondernemingen die hele administratieve last willen weggeven. Daar ook niet, niet echt goed in zijn, niet geëquipeerd voor zijn. En proberen daardoor ook hun kosten in dat stukje te beperken. Dus je bent eigenlijk ook een werkgever met dan heel veel personeel, begrijp ik? Dat klopt, ja. Ik ben echt formeel werkgever met alles erop en eraan. Ja. Zijn er dan ook nog wettelijke eisen of kan iedereen gewoon een payrollbedrijf erin? Nou, ik zou het niet doen zonder kennis van zaken. Vaak word je ook in de markt gevraagd om een NEN-norm te hebben als kwaliteitskenmerk. Maar je moet zeker ook de wet kennen. Dus als jurist weet ik dat ook. Maar weet je dat niet, dan moet je ook altijd weten van kosten, arbeidsrecht, verloningen, dat soort zaken. En dan heb je echt die kennis wel nodig. Dus je bent jurist ook, dus dat houdt ook in dat je dan ook tevens juridisch advies geeft. Ik geef juridisch advies en ik zie ook vaak dat als je wel werknemers hebt, dat is een fiscaal probleem en die dan ook weer kan oplossen voor de opdrachtgever. Heeft het dan ook eigenlijk te maken met de complexiteit van de wetgeving, dat je dat uitbesteedt aan iemand anders? Ja. De administratieve last aan het voeren van de salarisadministratie plus HR is erg groot. Daarnaast nog de achterafverplichting met alles erop en eraan en het ontslagrecht in Nederland maakt het gewoon niet eenvoudig voor werkgever. En duidelijk, je bent geen uitzendbureau? Nee, absoluut niet. Ik werk niet, ik selecteer niet en dat zijn de dingen die bij het uitzendbureau wel moeten. Ja. Denk je dat zijn opwachting meer blijft maken, payrolling? Is het een trend? Waar komt het uiteindelijk vandaan? Het komt uit Amerika, maar het is een trend. Het is momenteel zie je ontzettend veel payrollbedrijven ontstaan. En dat komt ook echt door de lasten die zwaar zijn voor een werkgever om die te kunnen vervullen. En dat houdt in dat je dus probeert die kosten die je hebt om dat bij te houden en ook gewoon juridisch te kunnen behelpen, om dat uit te besteden. Ik ben op de hoogte. Ik weet een hoop meer van payrolling. En als we jou mogen geloven, dan gaan we er meer van horen. Zeker weten. Misschien zien we elkaar nog een keer terug aan tafel. Ik hoop het. Dank je wel. De Brexit komt voor veel mensen als een volslagen verrassing. Veel onduidelijkheid heerst er in de markt, ook bij de ondernemers. En dat wordt tijd dat we daar eens over gaan praten met een specialist. Ja, want die onzekerheid in de bedrijfssfeer, Martin, bijzonder hartelijk welkom. Ja, dat is best een item, denk ik. Absoluut. Brexit stelt ons voor heel veel vraagtekens. Ondernemers die weten niet wat ze straks te wachten staat. Ja, ik hoorde ook een heleboel enthousiaste berichten van mensen die direct al bezig zijn geweest met slimme beleggers. Die zeggen van nou ja, we kunnen wel profiteren van de duikeling van de bond. Zijn dit soort trajecten interessant? Zijn ze aanbevelenswaardig voor ondernemers om een risico mee te nemen? Maar misschien kun je even de diepte in. Nou, ze zijn niet aanbevelenswaardig. Dat kan ik al in het kader van risicospreiding en risico nemen.
Het is zeker zo dat er afgelopen weken geld is verdiend door heel veel mensen met bijvoorbeeld de daling van de pond. Die is extreem gedaald. De laagste koersverhouding sinds 31 jaar. Ja, en wat is dan de consequentie? Hoe kun je dan zo heel snel geld verdienen? Door te handelen met ponden. Op het moment dat je nu ponden tegen een hele lage prijs koopt, speculeer je eigenlijk nog op een verhoging in de toekomst. Dus daar kun je niet snel geld mee verdienen. Aan de andere kant is het wel zo dat als je afspraken hebt gemaakt in ponden een aantal weken geleden en je hebt op dat moment niet betaald en je betaalt nu, dat je direct eigenlijk een voordeel haalt van misschien wel 20%. Dus het is voordelig om niet op tijd te betalen? Ja, okay. Dat klopt. Ja. Nou, Martin, je bent belastingadviseur, hè? Ja. Maar heeft die hele zaak nou ook nog fiscale consequenties? Ja, daar zit nu juist de kneep waarin wij zelfs als consument te maken krijgen met de Brexit. Je zult straks gaan zien als de uittreding doorgaat van Groot-Brittannië, dat bijvoorbeeld weer accijnzen terugkomen, invoerrechten. Want het is geen onderdeel meer van de EU. En we zullen apart moeten gaan onderhandelen met Engeland, met Groot-Brittannië, over invoerrechten. Wat zijn dan specifieke producten die uit Groot-Brittannië komen? Ik kan ze zo niet benoemen, maar auto's, dat is een groot product dan. Zonder echt reclame te maken, maar de Engelse automerken kennen we allemaal. De Ford, de Jaguar, Land Rover. Die auto's zullen naar verhouding door de koers van de pond nu goedkoper worden. Want je gaat ook vragen wat een concreet voordeel is dit moment, verwacht ik. Dus die auto's die zullen goedkoper worden. Want de productiekosten van die auto's zijn lager, vanuit de euro geredeneerd. Maar andere specifieke producten, ik denk dat er veel vlees uit Groot-Brittannië ook komt. En daar zullen we straks wellicht gemaakt gaan krijgen met de invoerrechten. Waar zullen we nou op moeten gaan letten? Als ondernemer, waar moeten we als ondernemer op gaan letten? Nou, ik denk dat als ondernemer, wat echt bovenaan staat, want daar wilde ik straks heen, is fiscale issues. Dus fiscale punten, BTW. Engeland heeft BTW-wetgeving, de Europese Unie heeft BTW-wetgeving. Die gaat veranderen. Daar krijgen ondernemers mee te maken. Ze moeten erop letten, ze moeten daar goed over schakelen met hun accountant of belastingadviseur. Want daar gaat over een aantal jaren behoorlijk wat wijzigingen in komen. BTW-vrijstelling naar Engeland, bij wijze van spreken? Nee, het hele systeem. Kijk, het hele systeem wat Engeland nu heeft aan BTW, is hetzelfde als wij hebben. Maar straks is dat niet meer hetzelfde. En dan krijg je dus te maken met heel andere zaken. Wat we nu in de Europese Unie bereikt hebben afgelopen decennia, is dat er een vrij verkeer is van handel, van goederen en van personen. En dat vrij verkeer van goederen, dat raken we kwijt, omdat Engeland uit de EU stapt. En heeft dat eindelijk niet mee te maken dat de campagnes die gevoerd zijn, ook vanuit Engeland, dat men juist de angst en de angel zat in het feit dat dat vrije verkeer van personen, dat als hinder werd gezien. Ja, dat is in Engeland wel aangegrepen. Dat bleek het wel uit de tv-reportages. Ja. Door de mensen als een groot kwaad eigenlijk. Het aantal immigranten wat daar binnenkwam was zeer aanzienlijk. En daar werd ook de nadruk op gelegd door degene die de Brexit promoten. Ja, dat meneer Farage. En die treedt ook gewoon dan daarna af. Maakt dat nog dat de politieke onzekerheid die er in Engeland heerst, heeft dat nog zijn weerslag op het klimaat, het ondernemersklimaat hier in Europa? Want je hoort nu al in Engeland zeggen, ja, straks komt er een Nexit en er komt een Grexit enzovoort. Nou, het heeft inderdaad invloed, maar ik denk dat daar alleen maar positieve invloed van uitgaat. Ik denk dat de onzekerheid in Engeland toch wel groot is en dat er serieus een aantal bedrijven daadwerkelijk ook wel gaan vertrekken uit Engeland. En dus elders in Europa hun zetel gaan zoeken. En als er dan eventueel over een, zoals dat zo mooi heet, een Nexit gesproken zou worden, als Nederland er ook uit zou gaan, ja, dat betekent dan eigenlijk dat de bedrijven die zich willen gaan herallokeren dan sowieso dan niet voor Nederland zouden kiezen. Dus zo'n Nexit is, schat je die kans hoog in? Ja, nou, je durft in Engeland bijna niets meer te zeggen. Nee. Je kunt ook zeggen, is het het begin van een grote sneeuwbal wat er nu gebeurd is? Daar waag ik te betwijfelen, omdat een aantal landen zijn ook lid van de euro, waaronder Nederland. Ja. En dan gaat het nog wel een stapje verder. Want het grote verschil is, Engeland die heeft bekendgemaakt, of de bevolking heeft gekozen om uit te willen treden. Ja. 3 dagen later neemt de Engelse bank een beslissing door extra miljarden in de economie te pompen om de economie overeind te houden. Ja.
Stel je voor dat Nederland alleen zou zeggen, we willen eruit. Nederland heeft dat instrument niet, heeft dat monetaire instrument niet. Want wij zitten in de euro, we hebben geen eigen monetair beleid meer. Dus de kans dat binnen de eurolanden zoiets gebeurt, is nog minder als een niet-euroland. Ja. En als, je bent natuurlijk ook accountant, dus ja? Zou het je ongelooflijk veel werk gaan opleveren als er eventueel een exit zou komen? Of zeg je, dat is alleen maar negatieve energie? Nee, ik denk, maar dat is persoonlijke overtuiging, dat het negatieve energie is. Want de vrijheid van goederenverkeer in Europa, zeker goederenverkeer, heeft ook wel administratieve lastenverlichting opgeleverd. En ook nog iets anders, daar wil ik nog wel benadrukken, ook met betrekking tot Engeland. Wij hebben natuurlijk de verboden staatssteun in Europa, in de Europese Unie. De grote bedrijven die in het nieuws zijn geweest, Starbucks, is daar eigenlijk de voortrekker van, Google. Ja. Engeland is lid van de EU, dus zij zitten ook met die verboden staatssteun. Als ze geen lid meer zijn van de EU, kan Engeland zijn eigen gang gaan met betrekking tot die staatssteun, tot dat soort bedrijven. Dus we zouden wel in een ongelijke concurrentiepositie kunnen komen als EU ten opzichte van. Maar dat gaat over de top van het bedrijfsleven en dat gaat toch, ja, laten we zeggen. Ja, niet de MKB hier in de regio. Nee, dat klopt. Nee. Dus, nee. Als ik dat goed geluisterd heb, dan is koers een valutaspel, dat is niet al te handig op dit moment. Dat is niet verstandig om daar beleid op te maken. Nee, geen beleid om je boterham mee te verdienen. Nee. Als je een gokje wil wagen en je hebt geld over, dan is zeker aan te bevelen. Ja, en ten aanzien van de Grexit moeten we maar denken van, we zien wel voorlopig, het heeft niet directe invloed op het ondernemersklimaat hier in de regio. Nee, alleen zoals aangegeven, fiscaal zullen we de komende jaren gaan merken, onder andere BTW en accijnzen, dat Engeland geen lid meer is van de EU. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan.